Hallo, mijn naam is Hidde en ik schrijf een One Minute Symphony voor het Residentieorkest. Mijn One Minute Symphony wordt uitgevoerd op 14 januari in Amare in Den Haag. Het Residentieorkest heeft mij gevraagd om mij te laten inspireren op het schilderij van Paul-Élie Ranson. Dat heet Christus en Boeddha. Dat hangt in het Kunstmuseum in Den Haag. In het Kunstmuseum hebben we ook een gesprek gehad met de curator om meer over het schilderij te weten te komen en misschien voor mij om wat meer inspiratie te kunnen opdoen uit dit werk. Ik was in de eerste plaats nog niet heel onder de indruk van het schilderij. Ik wilde dat graag bespreken met de curator. Het was een heel open en eerlijk gesprek en hij heeft me wat meer kunnen vertellen over de achtergrond van het schilderij en over hoe ik het moest plaatsen in de tijd en in de kunststroming. En het meest interessante wat ik eruit heb gehaald is de dialectiek van de twee werelden die Ranson eigenlijk bij elkaar probeert te brengen. Die werelden die lijken verschillend en die worden ook echt verschillend gepresenteerd. Maar zijn doel is wel om binnen dat schilderij die werelden, in dit geval religies, bij elkaar te brengen. Dat vind ik een heel interessant gegeven. En dat is ook waar ik mee aan de slag ga met mijn stuk. Ik wil twee grote contrasterende werelden scheppen die op het eerste gezicht heel verschillend lijken, maar naarmate het stuk vordert kom je erachter dat het steeds meer dezelfde wereld is en dat het vanuit hetzelfde basismateriaal die werelden gemaakt zijn en dat ze dus ook verenigbaar zijn.